We zijn op de Grote Markt van Sint-Niklaas. En we zijn hier samen met meer dan 500 kinderen van 8 verschillende Sint-Niklaasse scholen. En wij maken samen een gigantische tangramvos op de Grote Markt. En die kleuren de kinderen op dit moment in op basis van een tekening die de studenten van de Kunsthumaniora van Sint-Niklaas Da Vinci hebben gemaakt. Wij willen in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas graag een heel mooi symbolisch gebaar maken door heel veel jonge mensen en kinderen samen te brengen rond één thema. En wij werken vanuit het Reinaard Genootschap met het verhaal van Reinaard de Vos. Dat wordt hier ook vandaag op de markt gebracht. Het verhaal Reinaard de Vos vertelt ons heel veel over de geschiedenis. En het is bovendien een van de oudste verhalen die ooit in het Nederlands zijn opgetekend geweest. Ongeveer 800 jaar geleden geschreven, net zo oud eigenlijk als de parochie Sint-Niklaas. Deze activiteit, het Krijtvossen, is een van de twee organisaties die het Reinaard Genootschap doet in het kader van 800 jaar parochie Sint-Niklaas. Op 21 april, tijdens het archipelweekend, zal er ook een internationale Reinaard-colloquium zijn samen met de Universiteit Antwerpen, de Erfgoedcel Waasland, het Liberaal Archief en nog een aantal partners. En daar verwachten wij een aantal internationale Reinaard-specialisten en wij komen daarvoor samen in het Museumtheater in Sint-Niklaas. En mensen kunnen alle informatie vinden en zich inschrijven via de website www.reinaardgenootschap.be.